YouTube is het hier met vandaag een nieuwe COD gameplay. Het is live commentaar deze keer. En ja, we gaan hier gewoon Domination op raid spelen. En ik had echt zin om een keer Domination te spelen. Ik kan wel toegeven aan jullie, er is waarschijnlijk al de zesde keer dat ik probeer live commentaar op te nemen. Want ik heb echt niet veel tijd vandaag. Ik heb helemaal 2 uur op een video te maken en te uploaden op YouTube. Want daarna moet ik weg. Dus ik heb echt niet veel tijd. Dus ik ga proberen deze game nice te maken. En ik hoop echt dat deze eindelijk lukt. Want hierna moet ik stoppen. Dus eigenlijk is het ja, deze gameplay of geen. En ik denk ook wel niet dat ik deze ga uploaden als hij slecht is. Dus ik hoop dat ik hier een nice potje kan neerzetten. Oké, daar hebben we er al een paar. En nu gewoon nog daar die killen. Oké, die hebben we ook. Oké, we zitten hier op een 3-streekje. Bijna de UAV. Het is nog nooit gelukt om een UAV te halen. En oeh. Oh my god, ik sta niet op tactical. Gadverdamme. Ik heb scheid. Heel mijn broek zit onder. Dus even op tactical zetten. Ik wou gaan liggen in die bunker. Bunker, gewoon in dat landhuis. Maar dat ging natuurlijk niet, want ik stond niet op tactical. Dus ik knifed eigenlijk gewoon hier. En nu moet ik hier even staan en wachten. Want ik weet dat er daar iemand zit te wachten op mij. En nu, oeh, ik wist niet dat ze er maar 49 zaten. Gadverdamme, heel mijn broek zit onder. En nu ga ik hier nog proberen een beter capturen en dan gewoon direct weg te lopen. En hier om de hoek gaan. En gewoon even lekker proberen voor die killstreaks te gaan. Want het is natuurlijk een level gameplay. Ik speel UAV, Lightning Strike en Stealth Chopper. En vind ik gewoon een lekkere streak setup. Ik vind het leuk om te spelen. En ik hoop dat jullie weten dat ik best veel werk steek in mijn video's. Want ik zie de laatste tijd veel video's. Veel reacties van mensen in sommige gewoon game community groepen. Waar ze zeggen dat heel veel YouTubers het werk in de video's gewoon. Dat ze er geen werk meer in steken. Dat het gewoon game recorder aanzetten is en elke game recorden dat er maar is, weet je. Ik steek best veel werk in mijn video's. Ik probeer altijd lekkere content voor jullie te schieten. Ik probeer er dan nog een leuke commentary op te plaatsen en niet gewoon te lullen over onderwerpen die mij eigenlijk echt geen klote gaan aan. Ik maak ook geen pruilvideo's, weet je. Ik heb sommige YouTubers die echt elke dag, weet ik veel, 44.000 video's maken. En echt dat allemaal pruilvideo's zijn en die hebben dan, weet ik veel, 500k subscribers. En dan denk ik in mezelf van, wie kijkt naar hun video's, man? Ik ga geen voorbeelden geven, want weet je, ik heb niet echt zin om mensen uit en belachelijk te maken die veel groter zijn dan mij op YouTube. Natuurlijk heb ik respect dat ze dat zo lang doen. Maar kom op, om zo echt, ik weet niet hoe lang dat zij dan gamen hoor, maar om 4 video's per dag op te nemen die echt zo rond de 10 minuten duren, dan denk ik toch al dat je mag rekenen dat je toch minstens 6 uur per dag bezig bent met YouTube. Ja, natuurlijk kan het zijn dat het je beroep is. Maar voor dan echt zo een volledig game channel te hebben, ja, ik noem dat niet echt respect dan, maar meer gewoon een beetje no life zelf. Dus ik weet niet, ja, ik weet niet waarom. Ik steek echt veel werk in mijn video's. Ik hoop dat jullie dat weten, want ik ben niet zo iemand die echt veel tijd heeft om video's te maken. En deze gameplay trekt echt nergens op. Maar ik hoop dat de commentaar hierop wel leuk is om naar te luisteren. Dus ja, dat is het een beetje wat ik over wou beginnen. Het was een soort van kleine introductie over deze commentaar. Wat ik ga het dus hebben over werk steken in je video's. Want dit is natuurlijk iets wat ik niet veel doe. Het is een live commentaar over een onderwerp. En ik dacht van, dat gaat me wel lukken. Ik heb best veel ervaring met commentaten. En ja, dit is dus een beetje het onderwerp van deze video. Doe zeker al een duimpje omhoog als je het een leuk onderwerp vindt. Ik heb er even over nagedacht daarnet in de klas. Ik verveelde me dood. Dus ik dacht, ik ga hier een paar onderwerpen opschrijven waar ik een video over kan maken. En toen kwam ik op het idee, ik weet niet of dat een slim idee was. Oh, daar komt er een. Hij komt eraan. Ik weet het, ik voel het aan mijn prostaat. What the fuck. Dus ik probeer altijd grappige dingen te doen in mijn video. En natuurlijk is het mijn bedoeling om jullie te laten lachen. Want het is natuurlijk niet mijn bedoeling om jullie 10 minuten naar een saaie video te laten kijken. En ik vind het leuk als jullie het leuk vinden. En als jullie het een slechte video vinden, dan pas ik mij eraan aan. Soms verwijder ik zelf een video van YouTube als ik zelf zie van, oh, die video is minder. Die video is niet echt wat het moest zijn. Die video is slecht geëdit. Die video is, ja, weet ik veel. Soms zijn er gewoon video's, dat weet ik van mezelf, die niet zo goed zijn. En die ik gewoon, weet ik veel, op verkeerde momenten heb gemaakt. Misschien te vroeg in de ochtend, waardoor ik niet actief genoeg ben. Of te laat in de avond, waardoor ik veel te moe ben. En holy shit, er zijn er enemies. Ik zag net die dude doodgaan. En dat is het dus een beetje. Ik probeer de laatste tijd ook een nicere intro's te gebruiken. Betere muziek op de achtergrond te zetten van commentaries. Zodat jullie ook leukere achtergrondmuziek hebben. En als ik even stilval, als mijn tetter even stil staat. En dat er even een stilte moment is in een commentary. Dat er toch nog een leuk beatje is op de achtergrond. En je moet niet denken dat het makkelijk is om
veel muziek te vinden voor YouTube, want bijna alle muziek is copyrighted. En nou, dat is natuurlijk niet zo makkelijk, want als ik dan copyrighted music neem, dan kan het zijn dat mijn channel geband wordt. En wanneer even mijn steltje... Oeh, de ronde is gedaan. Oeh, ik hoop dat ik mijn steltje op heb. Please. Ah ja, het gaat wel lukken. Dus ja, dat is het een beetje. Ik probeer elke dag nice content te maken voor jullie. En natuurlijk, jullie vragen in de comments voor Minecraft. Dus natuurlijk, wat heb ik deze middag ook een deel van de middag gedaan? Ik heb Minecraft opgenomen. En soms steek ik echt veel werk in mijn video's. Zoals de Q&A, die laatst online kwam. Daar, dat mag je weten, daar heb ik echt veel werk in gestoken. En sorry van het geblaf op straat. Er staat een hond buiten en die wordt echt helemaal mad elke dag. Ik hoop dat jullie het niet te goed kunnen horen. Want het is echt luid. En wow, joh, die hond trekt echt. Holy shit. Ik hoop dat er niks is gebeurd, want... Oh, oh, oeh, en ik let gewoon niet op en ik ga dood. Jammer. Oké, we gaan onze steltje op in het midden van de map zetten en dan heeft hij een grote ding, grote range. Dus ja, ik hoop dat jullie ook vinden dat ik dat goed doe op YouTube. Ik ben nog niet zo pro. Ik probeer gewoon het beste van mezelf te geven. Ik ben ook niet zo goed in gamen. Allee, gamen. Ik probeer gewoon nice gameplays te zetten op Call of Duty's, maar soms is het echt niet makkelijk. En soms begin ik aan een live commentary. En draait hij echt helemaal slecht uit. Dan begint hij goed en zo, maar eindig ik echt in mineur. En daar zie ik een die is even lekker gekild. En ik denk dat mijn steltchopper op mij aan het schieten was. En die is ook dood. Die is ook dood. Holy shit, dat was nog nice. Ook al is het met de gun. Kan je nu even B defenden. En hopen dat er niemand is. Oh, er zit de roet in mijn rug. Er zit de roet in mijn rug. Ik voel het. Ik voel het weer al. Daar is hij. En nu nog iemand killen, want er was nog één. En er zit dus niemand op B. Zou ik dwagen en op B springen? Oh, nee, het is een shotgunner. Holy shit, ik heb dat overleefd. Godverdomme. Misschien ben ik toch niet zo goed. Later, MLG Pro, ace it. Ace it, gaat naar vlag B. Gaat voor de cap, gaat voor de cap. Holy shit, doet hij het? Ja, hij neemt de cap. Hij stelt chopper aan. Oké, nee, dat was een beetje imitatie van MLG. Maar dat is het dus niet. Hoi, daar eind. Yeah, dat is een speciale future in mijn video. Dus, nee. Ik, ja, zoals ik al zei, ik steek dus echt veel werk in mijn video's. En ik probeer echt elke dag iets nieuws te doen. Ik ga niet proberen... Zoals dat deed ik even op mijn kanaal, vond ik dus slecht. En nu ben ik dus andere dingen aan het doen. Ik probeer zoveel mogelijk variatie nu in mijn video's te steken. Omdat ik denk dat jullie het ook niet leuk vinden als ik zoals vroeger ga beginnen doen. En gewoon elke dag hetzelfde ga uploaden. En ja. Ik heb even elke dag, dus 7 dagen aan een stuk, elke dag Minecraft geüpload. En ik denk dat jullie dat op een bepaald moment echt saai begonnen te vinden. Want op een bepaald moment kreeg je mij... Oeh, die wil ik zien. Wacht, ik ga zo meteen verder. Die wil ik zien. Oeh, nice. Oké, nice. Die was lucky, maar toch nice. Ik denk dat jullie op een bepaald moment dan ook dachten van... Please, stop met Minecraft te uploaden. Ik vind het echt saai. Het onderwerp doet me niks. Minecraft vind ik echt boring. Doe gewoon iets anders, alsjeblieft. En toen was het vakantie. En dacht ik van... Zou ik weer... Oh, daar zie ik iemand. Daar zie ik iemand. En toen dacht ik, zou ik niet weer beginnen vloggen? En ik denk wel dat dat goed is uitgedraaid... Want het vloggen had heel veel likes. Maar natuurlijk, zoals ik al 10 miljard keer heb gezegd, ik kan niet vloggen in de schoolweek, want 10 uur van die dag zit ik op school. En ik denk ook niet dat ik kan filmen in de klas en zo, want dat is... Ja, ik kan mijn lessen natuurlijk filmen als jullie dat willen. Maar ja, ik snap ook zelf niet waarom ik dat zou doen. En dan gaat die leerkracht ook helemaal mad worden van... Hé, hey, waarom film je in mijn les? En holy shit, een shotgunner. Oh my fucking god, die is zo OP. Oké, maar we staan eerste van de lobby. We hebben een lekkere score. Dus ik denk dat het een leuke video is om naar te kijken. Dus ik ga nog even verder doen. En dus toen ik zag dat mijn Minecraft video's zo weinig likes hadden en er bijna geen comments waren, dacht ik, misschien moet ik iets nieuws proberen. Dus ik begon weer te vloggen. En dat ging heel goed. Maar dan zat ik nog altijd met het vloggen en Minecraft. Dus ik dacht van, misschien als ik even Minecraft stil leg, gewoon even stop met Minecraft, gaat het beter worden. En... Misschien is er dan weer meer vraag naar Minecraft. En net wat ik wilde, die vraag naar Minecraft, is er nu gewoon. In de comments zie ik, doe weer Minecraft AUB. Dus wat ga ik doen, speciaal voor jullie? Ik ga weer Minecraft opnemen, maar minder. Veel, veel minder. Ik ga misschien maar 3 à 4 maximum afleveringen per week opnemen. Want anders is het weer vroeger en dan... Ja, dan worden jullie het weer beu, weer Minecraft ziek. Dus holy... Oeh, en die had ik net gekillt. Die heeft de dikke revenge op me. Oké, no props. Ik denk wel dat het een leuke gameplay is. Het is niet zo makkelijk om te live commentaten over de onderwerp terwijl ik speel. Ik merk het nu. Dus, holy shit, ik ben hier even bezig. Oké, ja, dus, als jullie het een keer willen weten per video, ik denk dat ik 1 à 2 uur nodig heb om een video nice te editen. Dan is het een goede video. Zoals mijn Q&A, daar heb ik meer werk in gestoken. En dat wil ik graag toegeven aan jullie. In mijn Q&A heb ik zeker
2 uur gestoken. 1 uur om te denken wat ik moest doen. En dan heb ik gewoon nog een beetje geïmproviseerd en zo. Dus de dingen die ik gedaan heb in mijn Q&A, denk ik wel dat leuk waren om naar te kijken. Er zaten natuurlijk ook een paar dingen bij die stom waren. Maar natuurlijk, niet alles kan super leuk zijn. En misschien moet ik soms ook wel een keer een beetje serieuzer doen in een video. Want ik denk ook wel dat er mensen zijn die denken van, wat een mogol als ze kijken naar mijn video's. En ik hoop dat jullie dat niet vinden, want ik probeer gewoon zo leuk mogelijke video's te maken. En de support stijgt enorm. En ik hoop dat dat door deze video ook gewoon gaat stijgen. Want in deze video heb ik ook weer enorm veel werk gestoken. Want ik merk echt, en dat geef ik eerlijk toe, dit is echt moeilijk. Deze commentaar die we doen was echt moeilijk. Maar als je aan het uitgekeken vind ik dat natuurlijk super vet. En deel van deze commentaar moest ik natuurlijk een beetje denken van, oké, wat ga ik zeggen? En soms ben ik dood gegaan omdat ik dan moest denken van, wat moet ik zeggen? Maar toen heb ik een KD van 3 in deze game kunnen halen. En ik ben er best trots op. Dus vond je deze live commentary over een onderwerp leuk, doe dan zeker een duimpje omhoog. En als je wil dat ik dit meer doe, laat het dan zeker weten in de comments. Deel deze video als je hem leuk vond. Ik ben Acid en ik zeg, yo, tot morgen 6:30 op mijn kanaal. Adios.